De volgende presentatie gaat over de zuivering Panheel. KWR, Roberta Hofman, die heeft daar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor effluentnabehandeling. Dus we horen graag en zien de resultaten daarvan. Zit dat of wil je de hand op de microfoon? Als het zo te horen is, dan is het prima. Ja, dan moet ik even melden. Nou, bedankt voor de introductie. Ik wil inderdaad iets vertellen over het onderzoek dat we hebben gedaan in Panheel. Maar dat onderzoek stond niet op zichzelf. Dit is natuurlijk wel bekend hier, denk ik. Het RWZI-FUM bevat nog behoorlijk wat geneesmiddelen en resten daarvan. En er is vanaf 2011 onderzoek gedaan door KWR samen met diverse partners. Nou, wat er nou in de... Dank je. Wat er voorkomt aan geneesmiddelen in het stroomgebied van de Maas. Ja. We hebben daarbij gekeken naar alle zijstromen en alle RWZI's die daarop lozen, wat er dan in zit. Er kwamen wel interessante resultaten uit. De oppervlaktewaters die zijn bekeken waren de Maas, de Jeker bij Maastricht, de Geul bij Meersen, Geleenbeek bij Roosteren, de Slijbeek bij Heel. En daar zat toch behoorlijk wat aan geneesmiddelen in. Dit zijn analyseresultaten van alle geneesmiddelen die we daar hebben kunnen meten bij het lab van KWR. En het komt er dus eigenlijk op neer dat het oppervlaktewater in Limburg zo tussen de 7 en 27 microgram per liter aan geneesmiddelen bevat. 80-90% daarvan bleek afkomstig te zijn uit woonwijken. In de Limburgse Maas, ja, die komt dan natuurlijk net de grens over, daar kwam het grootste deel vanuit het buitenland. Dus het is niet alleen een Nederlands probleem. Nou lijkt dat best veel, 7 tot 27 microgram per liter. Maar een deel daarvan, 10% van de stoffen bepaalt eigenlijk 90% van de vracht. En dit... stofje hebben we al een paar keer vaker zien voorkomen. Dat is een hele lastige als je het hebt over de verwijdering. Die wordt in een RWZI wel goed omgezet, maar dan in guaniluureum. Die lijkt best veel op zetmoederstof. En die twee samen bepalen 70% van de vracht. Nou, de verwachting is dat dit in de toekomst allemaal nog gaat toenemen. Vanwege demografische ontwikkelingen, klimaatverandering, kunnen concentraties veranderen. Een REACH-wetgeving, waardoor toch steeds meer... polaire, beter wateroplosbare stoffen worden gebruikt. Dus dat is iets waar we rekening mee moeten houden. En straks werd ook al even genoemd het debiet van de Maas. Dat is een regenrivier. En dat debiet kan heel erg variëren. Dat varieert dus tussen de 15 en 1200 kubieke meter per seconde als die Nederland binnenkomt. En dat betekent dus ook dat er een enorme... ranges en concentraties aan stoffen die je daarin tegen kunt komen. Nou, de grootste concentraties vind je natuurlijk bij de laagste debieten. En het blijkt dat tot 6 maanden ongeveer een laag debiet, dus in een droge periode, dat komt best wel voor. Nou, dan hebben we gekeken bij Heel. Daar zit een innamepunt van WML voor drinkwater. En daar zie je dat gemiddeld 85% van de geneesmiddelen wat ze daar aantreffen in de Maas... afkomstig is uit België, maar dat ligt aan de omstandigheden, want bij hoge afvoer kan dat oplopen tot 52% wat afkomstig is uit Nederland, dat komt dan via de Slijbeek. En bij heel lage afvoer is het zo'n 32% wat uit onze eigen Nederlandse RWZI's komt. Ja, en voor beta-estradiol werd de KRW-norm duidelijk overschreden. Nou, ik zei net al van hoeveel zit er dan in? Nou, daarnet werd door Herman ook al even genoemd dat de concentraties erg afhangen en dat bij rivieren, bij lage afvoer, er behoorlijk veel RWZI-effluent in zit. Nou, hoeveel dat dan is, dat is hier te zien bijvoorbeeld. Bij de Geul is het 15%, de Geleenbeek 38% en in de Slijbeek is onder droogweercondities zelfs 51% RWZI-effluent. Dus het oppervlaktewater bestaat voor een serieus deel uit RWZI-effluent. Nou, dat is denk ik hier wel bekend wat daar de problemen van zijn. We weten niet zo heel veel van toxicologische gegevens daarvan.
Lange termijn effecten is weinig van bekend. En wat mengsels doen, dat is eigenlijk ook niet bekend. Nou, op dit moment kan een RBZI zo'n 60-70% van de geneesmiddelen gemiddeld verwijderen. Drinkwaterzuivering die verwijdert op dit moment zo'n 96% van de geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat dan op dit moment het drinkwater eigenlijk altijd wel schoon is of schoon genoeg. Het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de nauwkeurigheid van de moderne analysemethode. Als je goed zoekt, vind je altijd wel wat. Maar op den duur moeten we toch iets gaan doen om die geneesmiddelen te verwijderen. Nou, we hebben toen naar verschillende mogelijkheden gekeken. Adsorptie, dat kan, maar niet alle hydrofiele goed oplosbare stofjes doen het goed. En ja, op actieve kool heb je toch ook wel concurrentie door het organisch materiaal dat in het effluent zit. Bij membraanfiltratie heb je ook wel een probleem met kleine moleculen. De vorming van concentraat, wat ga je daar dan mee doen? En het vraagt nogal wat energie en ook die behandeling van het concentraat. Ja, dan geavanceerde oxidatie of oxidatie. Vaak is ook dat duur, vraagt ook wel energie. En de vraag is ook van, wat worden er geen bijproducten gevormd? Nou, en dat was de reden om in het paneel een project te starten in het kader van TKI. Daar waren verschillende partners bij betrokken. En een groot probleem bij zuivering van effluent is eigenlijk dat daar heel veel organisch materiaal in zit. En als je bijvoorbeeld een UV-proces zou willen gebruiken voor geavanceerde oxidatie, wat wel kan, dan hindert dat omdat je een hele lage transmissie hebt. Je hebt veel energie nodig om er voldoende straling in te krijgen. Dat organisch materiaal dat vormt een soort concurrent in de omzetting. En bovendien krijg je mogelijk ook bijproducten gevormd. Dus dat is eigenlijk wel vervelend dat daar zoveel van in zit. En het idee was dus ook, wat we straks ook al even hoorden, als je het nou eerst eens eruit haalt, bijvoorbeeld met jonenwisseling, dat is net ook al genoemd, dan kun je dat probleem voorkomen. En daar hebben we dus experimenten aan gedaan, waarbij we eerst hebben gekeken van hoe ziet dat effluent eruit. Toen hebben we wat lab-experimenten gedaan en uiteindelijk een paneel, een pilot. Nou, die samenstelling van RWZI-effluent hebben we in een aantal RWZI-effluenten door heel Nederland verspreid bekeken. Hier is de samenstelling van het organisch materiaal te zien in die verschillende effluenten. En dit is de hoeveelheid, de gesommeerde hoeveelheid geneesmiddelen die we daar aantroffen. Het paneel stak er op dat moment nogal bovenuit. Daar hebben we dus die experimenten uiteindelijk gedaan. We hebben gekeken naar de voorbehandeling en dat hebben we op twee manieren gedaan, die voorbehandeling. Dit was een voorbehandeling waarbij we eerst ozon toevoegden en later daar nog biofiltratie op zetten. Je ziet dat, dat de samenstelling iets verandert, maar in elk geval het gehalte flink daalt. En als je het dan vergelijkt met een behandeling met jonenwisseling, dan valt hier vooral op dat de complete fractie humuszuren verwijderd wordt. En dat is wel interessant om te kijken wat daar dan het effect van is. Nou, dat hebben we gedaan. Op het lab hebben we deze experimenten uitgevoerd. Twee typen voorbehandelingen, ozon, biofiltratie en jonenwisseling. En dat beide gecombineerd met verschillende nabehandelingen, actieve koolfiltratie, ozonperoxide, ozon, of UV-peroxide en UV, of UV-ozon en UV-peroxide. Nou, daar kwam uit dat die voorbehandeling zo'n geavanceerd oxidatieproces een stuk effectiever maakt. Dat scheelt echt heel veel. Behalve toen we met actieve kool aan de gang gingen. Want daar had het eigenlijk tot onze verbazing heel weinig effect op. Blijkbaar is die concurrentie of valt dat redelijk mee. Behalve dan weer voor deze twee vriendjes met metformine en guanylureum die dan het juist slechter bleken te doen. Dus blijkbaar zijn die nog wel enigszins te verwijderen als ze een complex kunnen vormen met organisch materiaal. Als je dat weghaalt, dan wordt het alleen maar slechter. En toen hebben we gekeken naar de UV-processen en toen bleek dat de UV-dosis die je nodig hebt om omzetting te verkrijgen laag is. Als je eerst het humuszuren vooral verwijdert. Maar bovendien ook dat het energieverbruik om die dosis te verkrijgen een stuk lager is. Na jonenwisseling hadden we nog maar 16% van de energie nodig vergeleken met wat we in het normale effluent nodig zouden hebben. Was dus een effectieve manier om zo'n UV-proces te kunnen opzetten. Nou, dat bleek dus dat we een hele hoge omzetting kregen van geneesmiddelen. De meeste geneesmiddelen en allerlei stoffen, we hebben er dik 40 getest,
Die hadden toch een hele hoge verwijdering. Dat is onder allerlei verschillende omstandigheden. Maar het is mogelijk om de meeste toch wel boven de 80% om te zetten. En dat was de reden om een pilot te doen. In die pilot zijn verschillende processen getest. We hebben gekeken naar de... Ja, eerst hadden we een voorfiltratie om te zorgen dat er geen deeltjes in komen die de boel verstoren. Dat was voor de proef wel even nodig. Dan hebben we gekeken naar ozonbiofiltratie, jonenwisseling. En dat ozonbiofiltratieproces hebben we ook rechtstreeks gecombineerd met een UV-reactor. Deze beide, dit geeft een galvaniseerde oxidatieproces. En deze beide die hebben we laten volgen door een UV-peroxideproces. Daar hadden we dan nog actieve kool achter staan. Enerzijds om bijvoorbeeld bij je peroxide het peroxide af te voeren of weg te werken. Dat kun je niet zomaar op het oppervlak lozen. Maar een andere reden was ook voor de zekerheid. Omdat we in dit onderzoek dik 40 geneesmiddelen gedoseerd hebben. Om te kijken wat daarmee gebeurde. En dat weet je natuurlijk niet als je met onderzoek bezig bent en het lijkt niet helemaal goed te werken. Dat je dat dan op het oppervlaktewater loost. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar dit zijn foto's van de opstelling. Dit is bij de plek waar het effluent in het oppervlaktewater geloosd wordt. Daar hadden we een container staan met daarin de verschillende onderdelen. De jonenwisselaar, de ozonbiofiltratie. Dit is de voorfiltratie. En hier de actieve kool voordat het water werd geloosd. Ik heb hier een selectie gemaakt van de stoffen die we bestudeerd hebben. Want we hebben natuurlijk dik 40 bekeken, dik 40 geneesmiddelen. Wat we zagen was dat in de jonenwisseling kan een aantal geneesmiddelen ook al eruit halen. Dat is ook logisch. Veel geneesmiddelen zijn ook negatief geladen, humuszuren ook. Dus de jonenwisselaar haalt dan ook een deel van de geneesmiddelen eruit. Maar als je dan vervolgens UV-peroxide toepast, neemt de omzetting of de verwijdering behoorlijk toe. Behalve natuurlijk weer voor metformine. Ja, dan neemt hij ook toe, maar daar is hij nog steeds niet zo heel erg hoog. Wat we ook zagen was dat bij een dosis van 150 millijoule per vierkante centimeter, dat zijn de rode balkjes in die grafiek, je al best een goede verwijdering krijgt. We hebben dingen geprobeerd bij 300. Dat levert iets verbetering op, maar relatief niet zoveel. Dan zegt dat misschien niet zo heel veel, maar UV-peroxideprocessen worden ook wel toegepast in drinkwaterzuivering. Dat is een van de latere stappen in het zuiveringsproces. En dan is een UV-dosis van 500 millijoule per vierkante centimeter eigenlijk heel gangbaar. En hier bereiken we eigenlijk al voldoende omzetting bij 150. Dat is een behoorlijke energiebesparing. We hebben ook nog even gekeken naar metabolieten. Die zitten al in het water, die hebben we gemeten. Die werden ook omgezet, dat viel mee. Op het lab hadden we echter ook gezien dat als je een wat te lage dosis gebruikt, dus eigenlijk te zuinig bent met je energie, je dus ook wel metabolieten gaat zitten vormen. En dan zou je dus eigenlijk het, misschien het erger maken dan het al was. Nou, dat bleek op het lab konden we dat inderdaad zien. Maar bij de omstandigheden van de pilot gebeurde dat niet. Daar werden ook de metabolieten goed verwijderd. Dus dat was een meevaller. We konden hier met 150 millijoule per vierkante centimeter een goede verwijdering bereiken. Onze conclusies van dit pilotonderzoek waren dat het systeem van jonenwisseling gevolgd door UV-peroxide een robuust proces is. Dat staat hier niet bij, maar bromaat vormen we daarbij niet. Dus dat is dan mooi meegenomen. De humuszuren die worden door de jonenwisselaar heel goed verwijderd. De complete fractie wordt verwijderd en dat blijkt heel erg effectief te zijn voor het UV-peroxideproces. Dat is blijkbaar toch een belangrijke fractie die het proces hindert. We hebben een hoge omzetting gevonden van de geneesmiddelen, zo'n meer dan 85%. We hebben ook experimenten gedaan met ozonbiofiltratie. Die heb ik straks in het schema laten zien, daar heb ik hier geen resultaten van laten zien. De reden daarvan was dat systeem toch iets minder robuust bleek te zijn. Het was wat gevoeliger voor storingen en als er een storing was geweest, was het weer moeilijker om die biofiltratie weer op gang te krijgen. Daar moet er even nog wat meer onderzoek aan gebeuren als je dat zou willen doen. En de kosten van het totale proces, het is een inschatting en we hebben hier dus verschillende processen achter elkaar gezet. Dus het filter, de UV, de jodenwisselaar, dan de UV-peroxide en dan hebben we de actieve kool ook nog meegenomen. Dan zit je in dezelfde grote orde als wat in een rapport van STOA wordt genoemd voor ozon
of actieve kool in combinatie met langzame zandfiltratie, die zitten zo rond de 30 cent per kubieke meter. Ondanks dat we dus meerdere processen hadden, komen we ongeveer in die buurt uit. Het is niet duurder, doordat we zo'n laag energieverbruik hadden. Nou, dat was het verhaal. We zijn dus nu nog aan het kijken, want er zijn nog een heleboel vragen over hoe je daarmee verder kunt gaan. Ik hoop dat we daar een vervolgonderzoek op kunnen opzetten. Nou, tenslotte wil ik even de partners bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Van de projectpartners en collega's bij KWR. En nu natuurlijk ook voor uw aandacht. Dankjewel, Rebecca. Mooi om te zien dat drinkwater en afvalwater steeds meer naar elkaar toe groeit en dat de waterketen in die zin echt gesloten wordt. Ik zag net ook die kosten, hè? En ook, nou, ze zijn wat hoger dan de kosten die net ook gepresenteerd zijn. Een hele andere setting en een andere kwaliteit. Zaten in die kosten die jij gepresenteerd hebt ook de behandeling van het regeneraat van de ionenwisseling? Of dat zit er allemaal al bij in? Okay. Ja, maar je moet niet zeggen dat het 30 cent kost. Het is in de grote orde, dat is wat in het STOA-proces rapport staat. In die grote orde zit het ook. Kosten, we kwamen ook tussen. We hebben rekenen tussen de 25 en de 35, maar natuurlijk met een marge erop. Oké, okay. Dankjewel. Zijn er vragen? Hier in het midden. Ja, mooi verhaal, Roberta, dankjewel. Je maakt melding van die lagere dosis in dit systeem met afvalwater ten opzichte van drinkwater, 150 versus 500. Heb je daar ook een verklaring voor? Ik zie het niet. Nou, ik denk dat die humuszuren dus inderdaad een hele belangrijke rol spelen in die omzetting. En dat die dus ook concurreren met de omzetting van die andere stof. Dat is de enige verklaring die je kan vinden. Want normaal gesproken zou je verwachten, qua dosis corrigeer je voor de UV-absorptie. Dus voor de transmissie die lager wordt door die humuszuren. Maar dat kan het dus niet zijn. Want dan zou je alleen zien dat je veel minder energie nodig hebt. Maar bij dezelfde dosis heb je dan nodig. Maar die dosis gaat echt flink omlaag. Dus blijkbaar speelt die humuszuren een heel belangrijke rol in die omzettingsprocessen. Maar vooral ook omdat in bijvoorbeeld in PWN natuurlijk ook ionenwisseling gecombineerd wordt met UV-peroxide. Dus slaat die 500 ook op het systeem van PWN? Nee, dat was wat ze voordat ze. Daarom hebben ze natuurlijk ook de ionenwisseling gezet. Van tevoren zaten zij ook in deze grote orde. En op heel veel plekken zie je dat ze, als ze UV-peroxide toepassen, ze niet eerst ionenwisseling toepassen. Ja, oké. Oké, hartelijk dank, Roberta. Ja.